Yo gasten, GameBoxy, welcome bij een nieuwe Clash Royale video. Vandaag gaan we knallen, in ieder geval dat is de bedoeling. Wat ik namelijk ga doen, ik ga namelijk Clan Wars spelen. En je hebt altijd 3 aanvallen met Clan Wars. En wat ik wil gaan doen is jullie laten zien hoe je best die 3 aanvallen kan gaan winnen. En dat is waar deze video over gaat. Er zijn eigenlijk niet meer dingen. Maar in ieder geval, voor mij werkt het altijd heel goed. Meestal had ik op deze manier zeg maar 3 overwinningen. En ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben. Maar voordat we verder gaan, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. 600 likes zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Maar hoe ik dat meestal ga doen, ik speel eigenlijk altijd 2 versus 2. En op de een of andere manier win je dan bijna altijd. Dat is het gekke. Het enige nadeel is dat je natuurlijk samen met iemand anders moet gaan spelen. Die op dat moment toevallig ook online is. Maar meestal kom ik dan tegenstanders tegen die minder goed zijn. In ieder geval, dat is bij mij het geval. Ik heb wel eens tegenstanders tegengekomen. Dan waren wij samen met z'n tweeën level 12. En dan waren hun, weet ik veel, stadhuis level 10. Nou ja, dan hebben hun natuurlijk geen schijfkans. Ik heb trouwens ondertussen een clangenoot gevonden. En dan gaan we gewoon lekker spelen. En dan hoop ik dat ik deze video even 2 of 3 potjes aan jullie kan laten zien. En dat we ze allebei gaan winnen. Hier zie je het ook al. Wij zijn level 12 en hun zijn level 1. Level 11 bedoel ik. Veel succes. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel bedenken... Oh, hij heeft trouwens hetzelfde deck geselecteerd. Oh, dat is wel lachen. Je moet natuurlijk wel bedenken dat je wel redelijk hoog moet zijn. Als je zeg maar zelf allebei level 11 bent... Oh, trouwens, zet alsjeblieft niet die reuskelet daar neer. Dat is totaal overbodig als je die reuskelet daar neerzet. Doe het niet. Oké, ja, gelukkig, hij doet het ook niet. Ik zal hier even een vuurbal neerzetten. Bot, ja, die reuskelet. Ik zei toch, dat was overbodig. Want hij heeft... Ja, of we moeten er nu op de een of andere manier toch nog door weten te komen... Want kijk, want dan komen er gewoon 2 ontploffingen in plaats 1. Kijk, anders had je alsnog alles naar dood gekregen. Oké, volgens mij is het geen tegenstander die normaal hier altijd mee speelt met dit deck. Moet hier even... Ja, kan ik dit nog... Ja, oké, nou, ik laat dit wel even zo. Nou, het begin van dit potje is nog niet al te lekker. Oh, hij heeft trouwens niet precies hetzelfde deck. Ik zie dat hij tovenaar heeft in plaats 3 musketiers. Hij heeft zeg maar het deck wat ik hiervoor gebruikte. Vuurbal, ja, ik denk dat hij die tovenaar ook wel in 1 keer neer kan krijgen. Heb je een vuurbal, oh nee, huh? Dan is zijn vuurbal level 11. Kerel, nee, ik zet wel een lock neer. Oh man, waarom selecteert hij dan dit deck? Misschien vond hij het wel leuk om zeg maar samen met mij ongeveer met hetzelfde deck te spelen. Is op zich ook wel grappig, alleen het werkt tot nu toe nog niet heel geweldig. Die houttakken, dat is op zich wel prima getimed. En die vleermuizen ook. Ik wou eigenlijk daar ook vleermuizen in zetten. Dan zet ik nu nog meer vleermuizen erbij neer. En, oh nice, oké. Dan gaan we daar die toren waarschijnlijk wel neerhalen. Maar niet als hij daar een vuurbal neerzet. Maar we hebben wel mooi wat damage kunnen doen met die houttakker. Duimpjes omhoog. Weet je, ondanks dat we niet extreem lekker spelen, staan we toch wel weer voor. En dat is meestal als je 2 versus 2 speelt. Je komt gewoon wat minder goede tegenstanders tegen, waardoor je gewoon sneller kan winnen. Zet jij die reuskelet neer, dan doe ik 3 musketiers daarachter. Dan hebben we wel een mooie aanval. Zet me neer, jongen. Je hebt al lang 10 elixir. Wat gaan we verder doen? Oké, hij zet er een vuurbal neer. Ik zet er ook nog wel een lock bij neer. Hier even een houttakker. Om daar de boel in ieder geval ietsjes af te leiden. En we hebben daar al bijna zijn toren te pakken. Daar aan die linkerkant. Ik zal hier trouwens even Goblin Banner nog neerzetten. Yes, oh nice. Zag je dat? Die bom die haalde echt alles daar neer. Maar die rechter toren die is nu... Oh no, nog net niet. Bijna kapot. Ik zal hier nog even reuskelet neerzetten. Doe hier even vleermuizen erbij. En ik wil een lock. Ah, trouwens, laat die lock maar zitten. Ja, dat hoeft nu niet. We hebben sowieso die toren daar zo te pakken. Oei, die vuurbal, daar mist hij. Of was dat niet eens? Oh, what the fuck. Zag je die pijlen? Daar had hij wel echt alles in 1 keer mee. Dat was echt niet normaal. Maar die toren van ons gaat denk ik zo meteen nog wel neer. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat niet meer neerkrijgen. Of wat? Oh, nou prima. We hebben in ieder geval gewonnen. En dan hebben we dit eerste potje dus gewonnen. Het werkt zo goed. Ik zweer het jou, jongen. Elsdammer. Dit werkt echt heel goed. Dit is echt niet normaal. We krijgen nu dus mooi wat kaarten erbij. We zitten nog in 9-daagse arena met Clan War. Dus dat is mooi. Ik ga gewoon nog een potje spelen. En nu is het keuzegevecht. Dus dat houdt wel in dat zeg maar, je niet je eigen deck mag gebruiken. En dan volgens mij zijn de stadshuizen ook hetzelfde level. Weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb gewoon meteen weer een clangenoot gevonden. Dus we kunnen gewoon weer gaan spelen. Ik zie jullie weer als het potje gaat beginnen. Oh, nou, daar hoef ik gelukkig niet heel lang op te wachten. Mega gunseling. Of ik ga wel voor deze. Die is wat chiller. Kan wat meer afstand. Elite barbaren ga ik voor. Pekka of die andere. Want dit zijn allebei wel goede kaarten.
Wat voor kaarten heeft de tegenstander? Lastig. Ik ga wel voor deze. Daarmee kan je die pack op zich ook wel goed verdedigen. Dan ga ik nu voor vleermuizen. Oké, ik hoop dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Weet het niet helemaal zeker. Maar we gaan gewoon lekker spelen. En hopelijk gaan we winnen. Oké, hij heeft de lavond. Oeh, hij heeft de lavond en ballon. Dat is op zich wel chill. Ja, inderdaad. Hier zijn trouwens de stadhuizen en dat soort dingen. Zijn allemaal hetzelfde level. Hij begint met de P.E.K.K.A. Ik zal wel even koninklijke recruten achterin neerzetten. Dan kunnen we die P.E.K.K.A. Oeh, hij zet er wel een tovenaar achter. Dat is wel een beetje fucked up. Ik zal hier trouwens ook nog even gunstelingen bij neerzetten. En dit is wel een beetje zuur. Hoe moeten we die tovenaar nou verdedigen? Ja, dat kan ik niet echt. Maar we kunnen nu wel mooi aanvallen via die linkerkant. Daar hebben we al bijna zijn toren te pakken. Ik wacht even totdat die... Ah, oké. Nu zet ik elite barbaren erbij neer. Nu moet ik wel helpen verdedigen. Oké, dat is goed gegaan. En dan hebben we ook trouwens best wel wat damage kunnen doen op zijn hoofdtoren al. En die P.E.K.K.A. hebben we uiteindelijk gewoon kunnen verdedigen ook nog. Holy shit, wat gaat het lekker. Ik zei toch, dit is de manier hoe je altijd gewoon veel winst haalt in Clan War. Dat is echt niet normaal. En die Hex, die kan één hit doen. Dikke prima. Oh, dit gaat lekker. Duimpjes omhoog. Goed gespeeld, jongen. Ja, dat was echt lekker gespeeld. Wat gaan we nu doen? Ik heb niet echt lekkere kaarten waarmee ik nu kan aanvallen. Zul je wel even die vliegmachine neerzetten? Dan kan ik die reus een beetje mee verdedigen. Wat ga je met die raket doen? Oké. Ja, dat is een beter idee. Zet hier wel even mini-packer bij neer. Nee, die reuze of die bom die hoeft niet. Ik zal hier even zap inzetten, bad. Dan is alles daar kapot. Hier nog even vleermuizen. En ik wil eigenlijk zo meteen mijn elite barbaren er nog bij neerzetten. Of, ja, dat ga ik nu ook doen. Oeh, dan doet hij wel veel damage. Dat is wel een beetje fucked up. Maar dan komen wij nu met een goede aanval. In ieder geval, dat is natuurlijk de bedoeling. Hopelijk gaat die tovenaar even snel dood. Yes, dat gebeurt ook. Ik heb helaas geen zap meer. Dus ik kan niks tegen die skelettenleger doen. Dat is wel een beetje zuur. Nou, uiteindelijk gaat hij nog wel dood. Dus dat is op zich dan wel weer fijn. En we doen best wel veel damage nog op die toren. Is hij op zijn toren? Nee, hij is op die hex. Oké. Nou, dan hebben we wel weer wat damage gedaan. Maar niet extreem veel. Ik zal hier trouwens even die koninklijke recruiten neerzetten. Om daar gewoon wat extra te verdedigen. Hier even een zap om die hex ook te verdedigen. En dan gaat dit uiteindelijk wel goed komen, denk ik. Moeten we wel even zo... Is die ook op zijn toren, die bom? Dat mag ik wel hopen. Nee, dat is niet op zijn toren ook. Oké, dat had hij beter wel kunnen mikken zo. Ja, is nu niet anders. Come on, die musketier. Hopelijk gaat hij even op zijn toren. Dat zal fijn zijn. Nee, dat gebeurt niet. Oké, dat gaat toch misschien nog iets lastiger. In het begin kwamen we er heel goed door. Maar dit gaat nu toch nog even iets lastiger dan gedacht. Hij zet daar pekken in. Nee, dat was dan weer net fout getimed. Hier even dit neerzetten. En dan zet ik hier elite barbaren neer om die tovenaar te verdedigen. In ieder geval, ik denk dat ik daarmee wel de boel kan verdedigen. En die P.E.K.K.A. is op de toren bezig. Kijk uit, verdedig. Oh, shit. Oké, dit gaat toch nog lastiger worden dan gedacht misschien. Zou de ballon neerzetten? Ik weet niet, ja, misschien een lavond. Ik denk dat dat een beter idee is. Wat gaan we ondertussen verder doen? Ik ga wel een beetje ondersteunen bij die lavond. Zal ik hier nog even gunstelingen neerzetten? Zetten we hier nog vliegmachine bij neer. En hier een elektrische tovenaar. Bats. Om daar de bol in ieder geval daar een beetje neer te halen. Dat ging op zich wel prima. Oei, dat was wel een beetje fucked up. Hier nog even een zap. Bats. Kom op. Die skelettenleger is bijna meteen dood. Oké, dat is wel mooi. Die bom er ontploft daar. Doe die raket. Ja, twee keer een raket op storen. En we hebben dan alsnog gewonnen. We doen hier even koninklijke recruten. Om gewoon wat te verdedigen daar zo. Want het is nu gewoon een kwestie van overleven. En dan gaat het wel goed komen. Die daar is ook wel prima. Oh, kom op. Heb je al die raket weer? Nog net niet. Kom op, hier even die vliegmachine. Nee, heb ik nog steeds geen raket. Oké, ik zal hier trouwens even een zap neerzetten. Zap, bad. Om daar wat te verdedigen. En dan hebben we het in ieder geval verdedigd. En dan is het nu gewoon een kwestie van zijn raket op de toren. En hebben we alsnog gewonnen. Iets meer, ja, een iets grotere omweg dan gehoopt of gedacht. We hadden uiteindelijk ook nog bijna de 3 kronen gehaald. Maar het is uiteindelijk goed gekomen, wou ik zeggen. Oh, shit. Shit. Dit had ik helemaal niet zien aankomen. Ik had verwacht een raket, dat is voldoende. Oh, shit. What the fuck? Nee. Anders had ik wel een zap gedaan op zijn toren. Maar die had ik nog niet. Oh, wat is dit kut. Dan maak ik een video over. Dit hadden we ook helemaal niet hoeven verliezen.
Ik had anders al gewoon op de verdediging. Ik dacht, nou, hij doet de raket en het is klaar. Maar die raketten die zijn natuurlijk laag per level, waardoor ze minder goed zijn. Oh, dit is wel echt heel erg fucked up. Er staat er helemaal nergens op. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Misschien is het deze video uiteindelijk niet helemaal goed uitgepakt. Maar het werkt serieus op 2 versus 2. Je wint gewoon meer. Probeer het zelf en je komt er zelf ook achter. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Boze Army. Let's go!